iedereen heb hier een team deathmatch aan het doen voor alle. Maar dat is niet hetgene over waar ik wil praten. We praten over Bill S978. Nu, wat is die Bill? Dat is een Bill wat er tegen gaat dat jij TV-series en films moet uploaden op YouTube. Dat is te begrijpen aan een account, ik bedoel, dat is piracy. Maar gaming-video's zullen daar ook mee worden inbegrepen. Dus jij zou dan miserie kunnen krijgen voor Call of Duty gameplay of zo up te loaden. Nu, het kan zijn dat dus degene wat Call of Duty owned, Activision, kunnen even goed zijn dat die zei: kijk, iedereen mag dat van ons, iedereen heeft er toestemming voor, dan verandert eigenlijk niks, denk ik. Maar het kan ook zijn dat jij toestemming moet gaan vragen aan Activision. En misschien dat grote channels of companies zoals Machinima, dat ze die er uiteraard toestemming voor geven. Maar iemand wat pas begint of een klein channel heeft, kan goed zijn dat die geen toestemming krijgen. Of dat niemand toestemming heeft gekregen. Ik bedoel, er gaan heel veel dingen fout gaan en heel veel companies en channels gaan sluiten. Natuurlijk, ik weet ook niet of dat alleen een merkenseffect en of dat ook een Belg, een Nederlander of een Engelse, of dat die miserie gaan krijgen daarmee, dat weet ik niet. Maar ik hoop dat die beeld niet gepest wordt, want dat is eigenlijk belachelijk. Ik bedoel, dat zit met movies en films en alles. Als ze daar dat mee wil doen, daar snap ik nog iets van, ça va. Maar gaming video's, ik bedoel, allee, ik bedoel, jij interact, allee, het zou stom zijn voor dat te doen. Ik bedoel, companies zouden daar, eigenlijk EA en Activision zouden toch iets over moeten zeggen. Ik bedoel, of ieder company wat games publiceert, ik bedoel, jij geeft, als jij een playthrough doet van hun game of een online match of hetzelfde wat, jij geeft eigenlijk free publicity aan die mensen. Dus als jij zegt: oh, dat game is geweldig, fantastisch, jij moet het nu gaan kopen, en jij hebt misschien 500.000, een half miljoen subs, dan gaan die hun sales daar ook van omhoog, omdat ze weten dat jij goede taste hebt in games of hetzelfde wat. Dus die gaan hun dat ook halen. Dus ik zou eigenlijk heel verbaasd zijn. Ik zou het een stom move vinden als die companies zoals EA of Activision of wat dan ook zeggen dat het niet zo mogen. Ik bedoel, zij worden er alleen maar beter van als je erbij nadenkt. Maar ja, er zijn nog wel. Het is politiek, dus wat moet je daarvan denken? Dat is ook niet, gebeurt ook niet alles wat juist is. Hè. Ja, maar ik ga je verder naar die match laten zien en zeg maar in de comments wat je ervan vindt. Share your opinion, zou ik zeggen. En ik zie je later. Joep.